Goedemiddag. Ja, vanmiddag zijn dan voor het eerst weer de terrassen open en het weer ziet er op zich prima uit. Het blijft overal droog en er zijn ook nog zonnige perioden. Maar we zien wel vanuit het zuiden bewolking toenemen. Hier zien we al op de satellietfoto van vanochtend 10 uur dat er wat meer bewolking in het zuiden zit. Dat is wat hogere bewolking en die trekt heel langzaam naar het noorden. Ik denk dat de zon er lang geen last van heeft. En dat betekent dat de temperatuur flink kan gaan oplopen. Maar het weerbeeld gaat wel veranderen. Vandaag een mooie terrasdag. De komende dagen ziet het er heel anders uit. Vanavond en vannacht gaan er al wat buien vallen en ook morgen overdag is dat het geval. En die buien die trekken dan in de loop van de middag naar het oosten weg en dan wordt het weer grotendeels droog. Morgen dus een wisselvallige dag, maar dan gaan we ook weer afscheid nemen van die best wel hoge temperaturen waar we vandaag mee te maken hebben. In het noorden zo'n 15 tot 17 graden, in het midden en zuiden van het land 18, 19 graden, in Limburg misschien wel 20 graden. En daar staat een bui getekend. Nou, heel misschien aan het einde van de middag dat daar een bui gaat vallen. Waarschijnlijk valt de eerste bui pas in de avond als de terrassen alweer gesloten zijn. Vannacht op meer plaatsen buien. Hier kunnen we dat goed zien. Temperatuur daalt naar zo'n 6 graden op de meeste plaatsen. En de wind die draait naar het noorden toe. En dat betekent morgen weer beduidend frissere lucht. En dan krijgen we te maken met maxima van een graad of 10 in het noorden. In het zuiden 11 tot 13 graden. En ik heb verschillende buien erop gezet. Het is niet zo dat heel de dag het zal regenen. Maar we moeten wel rekening houden dat er diverse buien gaan vallen. In het oosten en zuidoosten misschien ook nog wel met onweer daarbij. En de dagen erna, ja, dan blijft het toch wel vrij wisselvallig. En het is dus weer een stuk frisser. Maxima tussen de 11 en de 13 graden. Zaterdag blijft het waarschijnlijk droog. Op zondag in de nieuwe weerkaarten neemt de kans op een bui toch wel toe. En ook maandag en dinsdag moeten we rekening houden dat er af en toe een bui valt. Nog een fijne middag.